Cassandra Ferm gaat versnellen en probeert naar voren te komen, maar het is nog altijd kiss and ride die leidt. En Cassandra Ferm gaat weer terug naar binnen. Zo zijn we in de rechterlijn overzijde. Het wachten is op aanvallen uit het middenveld of van achteraf. Maar vooraan gaat het tempo omhoog met kiss and ride. Kiss and ride, Kenneke Kite. Daarachter aan de relingzijde Faceit, dan Kaboom. En daarachter aan de buitenzijde Cassandra Ferm. 15-1 de tussentijd en we gaan op weg naar de laatste bocht. Daar komt de aanval van Umek Paaslo. Umek Paaslo naar het derde spoor. En die gaat heel hard een paar paarden voorbij. Komt nu uit op een gedeelde derde plaats. En zo zijn ze in de laatste bocht. Leiding in handen van Kiss and Ride. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Tweede spoor voor Kenneke Kite. Derde spoor aan de buitenzijde Umek Paaslo. Daartussenin ligt nog Kaboom. En aan de relingzijde Faceit, die geen meter te veel gelopen heeft. Die heeft nog heel veel over, maar kan er nog even niet uit. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding aan de relingzijde voor Kiss and Ride. Kenneke Kite houdt het gaatje dicht voor Faceit. Kaboom valt ietsje terug. Die de drie lopen wat weg en het is Kiss and Ride die heel makkelijk gaat en ook heel makkelijk gaat winnen. 13-5 de tussentijd. Bas Krebas, tweede plek voor Faceit. Derde plaats is voor Kenneke Kite. En vierde aan de buitenzijde, I'm the One Who Knocks, die wordt altijd vierde. De galoppaarden voor Joan Collins. Joan Collins springt van start af. Uitgeschakeld nummer 2 galop. Duel om de leiding waar Kiss and Ride de kop neemt. Kiss and Ride op de tweede plaats Faceit, die goed weg is. Buitenkant daarnaast de Zwageman kleuren. Dat is Joep Zwageman die goed begonnen is. En dan aan de relingzijde Hotshot Rob. Vierde plaats voor Kenneke Kite. Umek Paaslo gaat heel slim naar het tweede spoor in de staart van het veld. Dat doet hij voor Eyecatcher C aan. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Er wordt tempo gemaakt door de favoriet Kiss and Ride. Kiss and Ride, daarachter Faceit. En daarachter aan de relingzijde ligt Hotshot Rob. Buitenzijde daarnaast Joep Zwageman. Achter Joep ligt dan Kenneke Kite. En de eerste 500 meter gaat in 1.13.2. Achter Kenneke Kite dan aan de binnenkant Jordi Grauw. Achter Jordi Grauw in het tweede spoor ligt Kaboom. Kaboom heeft ook een mooi plekje. En daarachter ligt dan Cassandra Ferm. Cassandra Ferm wordt gevolgd door Umek Paaslo. Binnendoor gaat naar voren Eyecatcher C. Het veld schuift in elkaar en één deelnemer gaat drie dik naar voren. Dat is Kenneke Kite. Het gaat Kenneke Kite te langzaam. Tenminste, Kenneke Kite maakt het weinig uit. Maar op de vlieger vindt het niet fijn. En achter hem aan gaat Cassandra Ferm ook mee naar voren. Ze gaan allemaal voorbij aan Joep Zwageman op dit moment. En ook meetrekt Umek Paaslo. Zo gaat Umek Paaslo proberen om ook naar voren te komen. Maar het is dringend in dat derde spoor. Iedereen wil Joep voorbij en Joep rijdt zelf ook lekker mee. En zo gaan we in 1.20 rond voor de tribune langs. In drie sporen. Relingzijde Kiss and Ride, daarnaast Kenneke Kite. Kaboom in het derde spoor. Ook in het derde spoor Cassandra Ferm. Daar ligt Joep Zwageman nog tussen. Faceit aan de relingzijde. En daarachter volgt dan Umek Paaslo ook in het derde spoor. En nu gaat alleen in het derde spoor door Cassandra Ferm. Cassandra Ferm gaat versnellen en probeert naar voren te komen. Maar het is nog altijd Kiss and Ride die leidt. En Cassandra Ferm gaat weer terug naar binnen. Zo zijn we in de rechte lijn overzijde. Het wachten is op aanvallen uit het middenveld of van achteraf. Maar vooraan gaat het tempo omhoog met Kiss and Ride. Kiss and Ride, Kenneke Kite. Daarachter aan de relingzijde Faceit, dan Kaboom. En daarachter aan de buitenzijde Cassandra Ferm. 15-1 de tussentijd en we gaan op weg naar de laatste bocht. Daar komt de aanval van Umek Paaslo. Umek Paaslo naar het derde spoor en die gaat heel hard een paar paarden voorbij. Komt nu uit op een gedeelde derde plaats en zo zijn ze in de laatste bocht. Leiding in handen van Kiss and Ride. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Tweede spoor voor Kenneke Kite. Derde spoor aan de buitenzijde Umek Paaslo. Daartussenin ligt nog Kaboom en aan de relingzijde Faceit die geen meter te veel gelopen heeft. Die heeft nog heel veel over, maar kan er nog even niet uit. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding aan de relingzijde voor Kiss and Ride. Kenneke Kite houdt het gaatje dicht voor Faceit. Kaboom valt ietsje terug. Die de drie lopen wat weg en het is Kiss and Ride die heel makkelijk gaat en ook heel makkelijk gaat winnen. 13-5 de tussentijd. Kiss and Ride de winnaar met Bas Krebas. Tweede plek voor Faceit. Derde plaats is voor Kenneke Kite. En vierde aan de buitenzijde. I'm the One Who Knocks. Die wordt altijd vierde.